Hallo, ik ben Peter. Ik doe al jaren gave dingen, zoals metaaldetectie, karpenvissen en urban exploring. Dus nu vind ik het tijd om jullie mee te nemen. Ik lijk wel een gynaecoloog, maar we gaan even eten halen. We gaan nu naar een andere locatie, dus welkom bij een nieuwe video. Maar mijn telefoon is kapot, dus we moeten Samsung oplader halen. Die we dus eigenlijk nergens kunnen vinden. Nee. Je hebt je telefoon al zo vaak laten vallen. Ja, dat die ook bijna kapot is, dus ja, dat is een beetje kut. Ja, die laat er gewoon om de vijf minuten de mobiel vallen. Dus ja, maar dit ding is al. We moeten nog wel naar die locatie kunnen rijden. Maar goed, we gaan eerst een boodschappen. En dan zie ik jullie zo. Hoe lang is dat? Lang is dat. Zo. Ik heb goed mijn best gedaan, maar het is wel een lekker broodje. Ja. Jij deed een wanhopige poging om je vooruitschoot te maken voor mij. Nee, dat weet ik niet. Maar dit is. Bevriest het nou of zo? Nee, niet. Het is niet. Zout. Kunnen we weer wat zien? Dit moet gebeuren. Ja, wat Een bordje heb ik ook al gedaan. Peter is goed bezig met de auto wassen. Maar hij was nogal erg zwart geworden. Ja, en we zijn eigenlijk te skeer om een, Kijk. Om door de wasstraat te gaan, dus doen we het maar bij een tankstation. Ja, het is echt één bende gewoon. Ja. Ja, zo leven wij dus eigenlijk heel de dag al, hè. Wat vind je ervan? Nou, eigenlijk best wel goed, want we gaan dit jaar niet meer roken en ook geen Red Bull meer drinken, want dan ga je echt gaan dood tenminste. Ik val en uit elkaar. En wat heb je vandaag heel de dag gedaan dan? Nou, ja, maar we zijn... Hoeveel sigaretten heb je al? Hier, deze doen we door de helft en dan is het ook weer klaar. Dan is het ook weer goed. Oh ja, nee. Nou ja, het is dus dat is jouw idee, hè, dit om te halen. Het is 10 januari en hij heeft alweer heel veel sigaretten heb je op. Ja, maar ik heb zelf nog geen pakje gekocht. Het zijn allemaal sigaretten van jullie. Nee, wat heb je net gekocht in de supermarkt? Dat is voor jou. Ja, dat heb jij toch gekocht? Ja, dat is wel. Ja. Goed. Nee, maar we zijn er bijna, dat hij er wel. Dat je het heel goed gedaan hebt. Ja. Goed uit hebt gewassen. Ja, dankjewel. We zijn er, maar makkelijker gaat het niet worden om zo naar binnen te kunnen. Alleen daar is de trap voor de helft eraf gezaagd, dus we kunnen niet omhoog. En hier staat hij dan. Maar ook hier is heel het hek is weggesloopt. Het is gewoon vrije toegang. We zijn net langs een aantal andere locaties gekomen die wel goed beveiligd zijn. Ook helemaal dicht gemaakt en dan kom ik een andere keer terug. Want dat is een hoop, ja, het is bijna inbreken zou je zeggen, maar zo wil ik het nog net niet noemen. Maar dit is een stuk makkelijker. Niet van de makkelijkste toegang die je kan hebben. Gewoon even genieten van een muffin. Oh, dat kan ook. Eigenlijk is het gewoon een toeristische attractie geworden. Het loopt af, in het midden staat gewoon water. Ik durf niet verder daarheen te lopen. Dat heb ik natuurlijk al wel gedaan, maar toen gleek ik heel erg uit. En nu ben ik klompen modder onder mijn voeten aan het verzamelen. Maar kijk, ik was niet de enige. Zo, glij hier weg, joh. Het is niet te doen. We gaan kijken of we toch nog een ingang kunnen vinden. Het plakt ook gewoon, ik weet niet wat het is. Ik zie in ieder geval geen 100% modder. Als ik val, dan ben ik al de lul. Het plakt echt knijterhard. Maar die trap die is dus gesloopt.
Dus dan kan je er in ieder geval niet meer via de trap in. Dus gaan we het maar zo proberen. Ziet er leuk uit, hè? Je moet vooral je schoenen zien, veel leuk uit. Ja, hè? Maar je kan eigenlijk zo niet. Echt niet? Nou, daar stopt daar op geen moment. We lopen gewoon alleen heen en weer. Ja. De energiecentrale die is dus niet meer bereikbaar, die is dicht. Omdat de trap eraf gehaald is. Maar goed, we zijn nu bij deze locatie. Die is er gelukkig naast. Nu nog even een plekje vinden waar we erop kunnen komen. Er zitten allemaal honden hier. En zoals je ziet is het heel goed dichtgemaakt met prikkeldraad. Ja, die honden zijn echt groot, die wil je echt niet in je benen hangen. Maar goed, ik hoop dat we binnen kunnen komen en dan zie ik je zo. Het wordt al donker. We hebben een gat gevonden in het hek, dus mooi moment om naar binnen te gaan. Weer een oude kolenmijn. Het is wel een heel mooi gebouw, dat wel. Wat vind je dat ze met airsoft op ons schieten? Ja. Die balletjes die kwamen hier zo naast me gewoon. Ja, ze schieten gewoon op ons. Wat rekken joh. Het is wel een hele mooie locatie, ik snap alleen nog niet hoe het werkt. Dat snap je? Gewoon schieten, fidderen. Ja. Ah, relaxed. Kijk, hier kunnen we naar beneden. Nee, kijk, ik keek uit het raampje, was nog steeds op ons aan het richten. Echt? Was steeds ja. Op ons aan het richten? Ja. Oh ja. Ik kan met mijn bus met de auto open. Ja. Ja en nee. Ik heb wel eens vaker van die balletjes op me gehad. Onder die plaat. Hij doet niet scherp. Hè? Is toch grappig? Ja, nee, daarom loop ik ook hier. Je moet hem niet tegen je kamer gaan krijgen. Oh, er zit een beest in. Ja, gewoon een poes, maar ik schrik mijn eigen dood. Hoor je dat niet? Zo, ik denk ik ga met mijn camera in dat gat, komt er zo'n beest. Hè? Hij staat wel mooi op een heuvel. M-
Maar ergens zit een mijnschacht en die kun je nog niet waar. Ja, nee, ja, ergens. Ik denk in dat andere gebouw. Alleen anders kom ik een andere keer terug als we niet beschoten worden. Dus misschien voor jou ook wel fijner. Ja, ze hebben ook een fikje gemaakt daar. Maar ik weet zeker als we die kant gaan lopen dat we ook beschoten worden weer. Dus. Ja, een slaapplekje. Chillstoel. Ja. Om een beukje te doen. Nou, succes. Ja, wat me wel opvalt is de schoonheid. Heel weinig graffiti ook. Echt een heel mooi complex om gewoon te fotograferen eigenlijk. Alle cement is al tussen de voegen en zo. Kijk, het voorste stuk is opnieuw erin gezet, maar voor de rest is echt een heel mooi gebouw. En dit is nog maar één ervan. Hoeveel stand hier eigenlijk? Ja, dubbele of zo. En nog een paar kleinere gebouwen. Nou, er zijn dus daar binnen een paar gasten met echt zulke airsoftwapens aan het schieten. Nou, dat maakt voor mij niet uit. Behalve vandaag, want ik heb zelf ook niks bij om terug te schieten. Dus we gaan even via de andere kant. Kijken of we daar nog even een paar mooie shots kunnen maken. En dan hou ik het misschien wel voor gezien. Ik kom een andere keer wel terug. Je weet zeker dat we opgewacht worden. Hij mist wel een staart. Hij mist wel zijn staart. Ja. Ja. Geef me een muffin. We gaan de video afsluiten. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ja, als je er naartoe gaat, dan zullen ze echt niet zomaar op je schieten. En aan de andere kant waren die gasten misschien wel gek genoeg om het te doen. Ja, dus, en je kan niet altijd 6 gooien. Dus dit was hem dan. Tot de volgende keer. Tot de volgende locatie. Doei. We zijn nu bij een fort. Een heel groot complex. En de bomen groeien gewoon uit de muur. En allemaal struiken uit de ramen.